kan maar zijn huis. Ja? Maar de rest van je, hoe liggen het? Ik heb het net gedaan. Ik heb het net gedaan. Kom net aan. Druk, hè? Druk. Ja, dan ben ik mij niet bij. Als ik nu bij de kamer in verschijn, dan zijn ze daar weer boven. Ja, precies. Alles in de stand. Hoi. Dan ik wel een beetje rustig. Ja, heb je er mooi weer erbij. Goed, hè? Goed gedaan, heb je dat. Moet je ook voor de vriezer of moet je alleen voor de shopper? Beide. Even aan. Dat is wel mooi. Ja. We hebben het even leuk. Voor de shopper een paar pagina's. Is dat 5 of 6? Zo, kijk. Ja, dat is een hoeveel foto's dit jaar geloof ik? Ja, goed zo. Mensen ik heb de taak ook mooi verdeeld. Ik heb gezegd, man, ook iemand anders een keer. Ik heb een ander concept bedacht. Ik heb gevraagd om even van de leemwoordienst. Die loopt ook ergens. Die schrijft? Nee, ik schrijf, maar ik doe een deel van de bestuurders. Ja, maar ik kan het niet aan. Ik doe zeg maar groot begin om zijn te doen. De shop had me ook morgen klaar. Is dat goed? Morgen nog? Ja, allebei met morgen klaar. Dat is wel weer naar. Nee, dat is ook nog open dag in Duitsland. Ik denk het of zo. Dus ik moet het ook nog doen. Dat is even vergeten. Ik ga er wel een week lang. Nou, behoorlijk wat nog andere bladen buiten het paard zegt. Ja? Is dat veel erger? Echt veel erger. We zullen hier business moeten doen. Bij Elsevier of zo. Ja, binnen een uur. En dat kan een uur voordat het begonnen is. Ik moest altijd wel met de tijd over staan. Ik heb zo'n memo-ding in de auto en ik spreek het gewoon al in de auto. En dan kom ik thuis en tik ik het zo aan. De quotes tussen en dan klaar. Wordt een vervelende fotograaf staan. Vind ik daar zo met een lichte shirt. Nee. Ik ben nog niet helemaal zo. Jacob was een keer een aanval. Dat is echt, dat lopen voel ik er zo vandaag. Ik zeg dat ik hier pas net begonnen ben. Oh. Kijk, en dan gaat het al gauw nog goed. Ik ben de wetske, waarom ga ik mijn fietsje? En moeten jullie terugkomen? Dat weten we nog niet. Dat weet je. Dat al bekend? Dan heb je al lang. Iedereen staat al klaar. Ja. Dus dan zit je er niet bij. Nee. Dat is jammer, hè? Niks aan te doen. Ging het goed? Ja, één wel, één ging iets minder. C-wissel. Mooie draad. Ja. Rij het weer gewoon mooi. Staat op film. Dan had de jury wissel. Ja. Want die in de jury mag geen Grand Prix jureren. Ja. Dus dan is Hans en dan de keur die jury het is zeg maar. Ja. Doe hartstikke goed. Inderdaad. Ik ga het goed trokken hier. Wie moet de keur rijden? Suzanne. Peter heeft er anders niet mee.
Nee. Nou, anders Peter deed Hans, helemaal niet. Hans Meegang deed ook altijd een kuur, maar dit keer zeker niet. Dat deed hij altijd wel. Ja, maar Rientje en een kuur, dat was dan nooit zo'n succes. Nee, nou misschien moet hij dit liever. Nou, ik denk dat hij vond het zelf altijd, zelf altijd erg leuk om te doen, hè? Kuurrijden. Vond hij zelf heel erg leuk. Ik kan me wel voorstellen. Voor mij vinden ze wel, ja. Ja, de ruiters vinden het natuurlijk leuker om te doen. Maar Peter heeft alles afgemeld. Ja, wat is er? Was hij een paard ziek? Of? Nee, hij had een belangrijke wedstrijd in Polen met Anders. Voor Kentucky selectie. En aangezien er in Polen bijna niemand meedoet, kon hij daar in ieder geval punten halen. Dus heeft misschien hij dat je paard is als hij gewoon met een zak geld naar België gaat. Ja. En dat is hem die bondscoach geeft. Misschien dat helpt. Dus vandaar die daar naartoe is gegaan en die vier paard afgemeld heeft. Fijn, hè? Ja. Dat is altijd leuk, dan heb je hart voor de sport. Dat krijg je als je Grand Prix gaat. Ja. Je rijdt in Nederland en niet in Polen. Als het in Nederland niet lukt, helaas. Ja, het is nou eenmaal de truc. Ja. Maar ik vind het wel een beetje... Maar... Aan de andere kant, als hij niet naar Kentucky gaat, dan klaagt ook iedereen. Ik denk dat er heel veel Z1 en Z2 ruiters waren die het niet erg vonden dat hij niet kwam. Nee, dat weet ik wel heel zeker eigenlijk.